In deze tijd van woningnood gaat men er niet gauw toe over om een huis af te breken. Daarom besloot men dit woonhuis bij Lekkerkerk, dat in de weg stond bij het maken van een nieuwe straat, maar in zijn geheel te verplaatsen. Het huis werd op een slede van balken gezet nadat het van de fundamenten was losgemaakt. Met behulp van een lier werd de woning, die een gewicht van ongeveer 70 ton heeft, over de dik met vet ingesmeerde dwarsbalken naar zijn nieuwe plaats van bestemming getrokken, 20 meter verder. Een moeilijk karwei dat echter vlot verliep. Op de voorgrond kan men thans nog de oude fundamenten zien van het huis dat door deze verhuizing voor de bewoners gespaard bleef.